Mijn naam is Martin Bierwega van Bureau West 8 uit Rotterdam. Ik zit in Rotterdam op kantoor en ik heb een aantal van u al ontmoet in het Hof van Scharmer een tijdje geleden bij de introductie. En ik wil graag vanavond met jullie even een start maken voor het gesprek. De intentie van vanavond is toch dat we met elkaar in gesprek gaan over de ontwikkelingen van Meerstad. En dat zullen we aan de hand doen van een aantal modelletjes of zienswijzen voor die ontwikkeling. Er is nog niks in beton gegoten. Dus we kunnen daar met elkaar over praten. En wij zijn zeer benieuwd hoe u naar die verschillende invalshoeken kijkt. Ik zal even mijn scherm met u delen. Ik zal het wat groter maken. Jullie zien mijn scherm. Kan iemand antwoorden, Jornand? Ja. Goed zo. Wij zijn bezig met de actualisatie van het masterplan. Meerstad heeft mij gevraagd of ik als supervisor dat proces wil daar inhoudelijk leiding aan wil geven. En we doen dat met een heel brede groep mensen van de gemeentes, maar ook met de bewoners van de dorpen in en om het gebied. En de aanleiding van die actualisatie is dat er voor Meerstad in 2005 een masterplan gemaakt is. Dat hebben we ook op de avond in het Hof van Scharmer laten zien. En dat masterplan dat is eigenlijk aan een update toe. Daar zijn een aantal elementen in dat masterplan die veranderd zijn. Er zijn ook een hoop elementen die hetzelfde blijven. Bijvoorbeeld het graven van het meer, het bouwen van woningen, het ontwikkelen van een groot groengebied, het aanleggen van infrastructuur. Maar op de kaart, als u mijn cursor kunt zien, die staat nu in het meer. Dan ziet u hier het Slochterdiep. Boven het Slochterdiep was in het masterplan uit 2005 nog een belangrijk deel van het meer getekend. Met woningen aan het meer. Dat was hier in het hart van het gebied. Eigenlijk het centrum van Meerstad gedacht. Met in donkerrood een wat dichtere bebouwing met voorzieningen en functies voor de inwoners van het gebied. En zoals u weet is, laten we zeggen, dit deel van Meerstad is al ontwikkeld. Daar wonen mensen. Dat begint er heel mooi uit te zien. Maar dat heeft niet die centrumfunctie gekregen die daarvoor ooit bedacht was. Ik zal u even kort meenemen wat er in stapjes gebeurd is ten opzichte van dat masterplan in 2005. Dit is in schema dat masterplan met hier het Eemskanaal aan de noordkant. Die stippenlijn, dat is het plangebied van Meerstad BV. Dus daar heeft Meerstad de opdracht om dat gebied tot ontwikkeling te brengen. Tegen dat plangebied aan liggen Harkstede en Scharmer. En het lage land is zeg maar de grote driehoek in de noordkant met het lage land hier. De grens van het plangebied van Meerstad ligt net iets ten noorden van Harkstede. Dat is natuurlijk een beetje gek. Maar dat is nou ook, dat valt samen met de gemeentegrens tussen Groningen en Midden-Groningen. Maar goed, in het dagelijks leven zijn dat soort gemeentegrenzen niet zo ontzettend belangrijk. En gaat het er uiteindelijk om hoe je beweegt en hoe je je organiseert in zo'n gebied. Maar goed, even dit is in abstractie dat kaartje met het meer. Het Woldmeer zoals dat bedacht werd, was. Er is inmiddels een besluit genomen dat ten noorden van het Slochterdiep, dat gebied in ieder geval voor de komende 25 jaar niet ingericht wordt als een gebied met een meer en met woningen, maar dat daar een groot zonnepark komt ten behoeve van de energietransitie van Groningen.
Dus dat gebied kunnen we niet gebruiken om daar een deel van het woningbouwprogramma dat Meerstad heeft op te lossen. Daarnaast is dat centrumgebied, wat ik net aanwees op de plankaart van uit 2005, is niet helemaal op die manier tot ontwikkeling gekomen. En zullen dus een deel van de woningen die daar bedacht waren, die moeten ergens anders in het plangebied landen. Nu is het wel zo dat in 2005 waren er 10.000 woningen gepland binnen het plangebied van Meerstad. En dat is inmiddels, hebben wij de taakstelling om in ieder geval 8.000 woningen binnen dat plangebied te realiseren. Een ander element dat veranderd is zijn de Harkstede Broeklanden. Die kent u, die liggen hier aan de zuidzijde van het Slochterdiep. Daarvan is eigenlijk door heel veel mensen gezegd van dat is een heel waardevol natuurgebied, een nat bos. En dat willen we eigenlijk graag behouden. Daardoor is is een deel van het meer en wordt het meer eigenlijk kleiner. Dan ligt hier midden in het masterplan uit 2005 lag er een piloteneiland midden in het meer met woningen daarop. Je ziet hier in die kaartjes aan de linkerkant van het scherm. Dat meer was in het oorspronkelijke plan in 2005 bijna 700 hectare groot. Als je al die delen daar aftrekt, dan krijg je een meer van ongeveer iets meer dan 300 hectare. En wat een beetje een gekke vorm heeft. Dus als je je voorstelt dat je hier met je zeilbootje moet gaan laveren, dan is dat best een lastige meer met veel uitdagingen. Dus een van de dingen die we gaan doen in dit masterplan is eigenlijk de contour van dat meer, wat nu voor een deel gegraven is, dat is ongeveer dit stuk is gegraven. Maar er moet ongeveer nog 200 hectare bijgegraven worden. En dan hebben we in totaal 350 hectare oppervlak aan het Woldmeer. En die 350 hectare, dat komt uit afspraken die zijn gemaakt, onder andere met de provincie. En dat gaat over de buffercapaciteit van het meer. Dus we kunnen niet minder water maken. En dat bufferen dat gaat vanuit het Eemskanaal, wordt er een leiding gelegd naar het Woldmeer. Dat als de nood aan de man is, kan het water van het Eemskanaal uitgelaten worden in het Woldmeer. En is het Woldmeer eigenlijk een grote waterbuffer. Die contour van dat meer die ligt nog niet vast. Dan moeten we aan de noordkant natuurlijk wel, want dat is bestaand. En hier heb je Gruno en de Wierde. Maar aan deze oost- en zuidkant moet die contour nog bepaald worden. Maar wat duidelijk is, is dat we die 350 hectare aan water uiteindelijk moeten maken. Als we nu binnen dat plangebied van Meerstad kijken en we tellen Harkstede daar stiekem even bij op. Dan wonen daar nu in het gebied ongeveer 9000 mensen. Dus in het bestaande Meerstad zijn ongeveer 1000 woningen gerealiseerd. Er zijn nog 900 woningen in planning, dus die rekenen we even mee voor het gemak. 9000 inwoners op een gebied van 2500 hectare. De opdracht die Meerstad heeft is om de komende jaren daar nog 6000 woningen aan toe te voegen. Plus alle voorzieningen die bij die woningen horen, dus dat zijn supermarkten voor de dagelijkse behoeften, huisartsenposten, scholen, sportvelden. Dat soort elementen die horen natuurlijk bij zo'n ontwikkeling. Daarnaast is er vanuit de provincie en vanuit de gemeente Groningen de behoefte om ook aan ook werkgelegenheid te creëren in het gebied. En dat is voor nu is de opgave om in ieder geval 40 hectare aan bedrijventerreinen te maken in het gebied. Deels omdat de stad groeit en deels omdat daar ook bedrijven uit de stad een nieuwe plek nodig hebben. En Meerstad heeft dus de opdracht om dat meer te graven van 350 hectare. Martin, ik zie een vraag van, ik kan het niet helemaal zien, maar volgens mij van Monika binnenkomen. Zou ze die even kunnen stellen? Zeker. Monika? Ja, klopt. Ja, we hebben een vraag eigenlijk over de sheet die hiervoor was. Ik weet niet of die nog even teruggezet kan worden. Zeker, deze? Ja, we zien hier verschillende
dorpjes, plaatsen staan. En we hebben eigenlijk een vraag waar Harkstede GN Groningen onder valt. En waar die apart mogelijk opgenomen kan worden. Ja, die zit nu gewoon in het lint van de hoofdweg opgenomen, volgens mij. We ja, kunnen het lint van de hoofdweg, dat is dan Harkstede, gemeente Midden-Groningen. Ja. Maar er is natuurlijk ook een cluster woningen aan de hoofdweg, die onder Harkstede gemeente Groningen valt en eigenlijk niet Meerstad is en niet Harkstede gemeente Midden-Groningen is. Dus wij vroegen ons af hoe je die had beschouwd in deze sheet. Nou, ik weet niet precies hoe deze telling gedaan is. En als u wilt kunnen we dat nog wel even later toelichten. Maar, en de getallen kloppen misschien ook niet 100%. Maar waar het me eigenlijk om gaat is de volgende sheet. En dat is dat als we die 6000 woningen gaan toevoegen in het gebied. En de werkgelegenheid toevoegen. Dan hebben we uiteindelijk een gebied met bijna 25.000 inwoners. En dat is eigenlijk, dat gaat niet om een paar meer of minder, maar ik laat het zien omdat het belangrijk is om te begrijpen dat dat best een grote gemeenschap is. Ook in een heel groot gebied. Dus het blijft natuurlijk een gebied met heel veel groen, met heel veel openheid, maar ook met woningen. Vooral woningen in een lage bebouwingsdichte. Dus het wordt geen dichte stad, maar een vrij ontspannen deel van Groningen. Waar wij nu mee werken, en dat is een soort grove verdeling van die 6000 woningen die Meerstad nog moet maken, is dat we tussen de A7 en de Hoofdweg denken dat we daar ongeveer de helft van het programma moeten realiseren, waarbij een belangrijk deel hier langs het Eemskanaal zal worden gebouwd. Maar ook in het gebied nog een aantal woningen gemaakt moeten worden. En dat we in het gebied ten noorden van de hoofdweg. En dat heet bij Bureau Meerstad is dat Meerstad Midden. Dat daar ook ongeveer 3000 woningen gerealiseerd moeten worden. En daarvan zal een belangrijk deel gerealiseerd worden in het gebied Grunode-Wierde. Dus tegen het bestaande Meerstad aan. Daar denken wij ook dat we in een iets hogere dichtheid, dus wat meer woningen kunnen realiseren. Maar een deel van de woningen zal ook ten noorden van Harkstede gerealiseerd moeten worden. En daar denken we dat dat een wat dorpser karakter zou moeten hebben. En daar willen we het vanavond met jullie, vooral vanavond met jullie over hebben. Een ander aspect wat belangrijk is, want er verschuiven een aantal dingen in dat oorspronkelijke masterplan. Dit is het kaartje uit dat plan van 2005, waarin die rode stippen zijn eigenlijk de plekken waar voorzieningen gedacht waren in dat masterplan. Nou, dan zie je hier bijvoorbeeld in dat centrumgebied wat ik net aanwees op die kaart. Dat was eigenlijk gedacht als het centrum van Meerstad. Dus daar zouden de meeste voorzieningen komen. Er zou hier langs het Eemskanaal nog wat komen en een aantal kleinere centra. Aangevuld natuurlijk met de bestaande voorzieningen in de omgeving. Dus in Engelbert, maar ook in Harkstede en in Lage Land. Dat is een interessante vraag of een interessant onderwerp om ook met jullie vanavond te bespreken. Omdat, kijk, als er meer mensen in het gebied wonen, dan willen die kinderen die willen graag voetballen of die willen graag hockeyen, die moeten ergens naar school. Mensen willen, die moeten naar de supermarkt, die hebben een huisarts nodig. En dat kan natuurlijk allemaal binnen de nieuwbouw van Meerstad opgelost worden. Maar een deel van de mensen zullen ook de voorziening in de dorpen gaan gebruiken. Dat zien we nu al bij de sportvereniging in Engelbert. Ja, die is bijna verdubbeld in ledenaantal, omdat de jongens en meisjes uit die in de nieuwe woning in Meerstad wonen, graag voetballen. Dus dat is een onderwerp waar we vanavond ook met jullie over willen praten. Dat actualiseren van het masterplan uit 2005 is nodig, omdat er veel dingen zijn veranderd. Maar biedt ons ook de kans om een aantal nieuwe onderwerpen, actuele onderwerpen, toe te voegen aan dat plan. Een van de onderwerpen
dat staat bovenaan het lijstje, is dat er vanuit de gemeente, beide gemeenten, Midden-Groningen en ook Groningen, gevraagd wordt van kunnen we het woningaanbod in het gebied wat diverser maken. Dus als je nu naar Meerstad kijkt, zijn dat veel vrijstaande woningen. En is het mogelijk om daar ook goedkope betaalbare woningen aan toe te voegen, kleinere woningen en grotere woningen, zodat er ook een wat gemengdere bevolking op afkomt. Een ander onderwerp is dat er een studie is gedaan naar de economische ontwikkeling van de A7 corridor. Die wordt binnenkort gepubliceerd. En in die studie naar die economische ontwikkeling langs de A7 corridor is ook een vaarverbinding tussen het Zuid-Laardermeer, die staat niet op het kaartje, maar die ligt hier beneden, en het Woldmeer onderzocht om te kijken of dat mogelijk is en wat daarvan de kosten zijn. Dat zijn eigenlijk onderzoeken die we meenemen in de actualisering van het masterplan. Ik denk ook dat het nadenken over de toekomst van het landschap is een belangrijk onderwerp. Dus dat landschap wordt natuurlijk nu vooral ook in stand gehouden door de gebruikers ervan, door de boeren. Dus de vraag is, als je over 20, 30 jaar naar de toekomst kijkt, hoe ziet dat er dan uit? Doen we dat nog steeds op dezelfde manier of zijn daar nieuwe dingen in te ontdekken? Bijvoorbeeld natuurontwikkeling. Misschien kent u het idee van Groningen, waarin de laagveengordel onder de stad helemaal wordt ontwikkeld als een aantrekkelijk natuurgebied. Duurzame energie is een belangrijk onderwerp wat in 2005 nog niet zo hoog op de agenda stond als nu. Meerstad was al een gasloze wijk, ook in het plan van 2005. Maar we moeten nu natuurlijk ook met elkaar werken aan het opwekken van duurzame energie, duurzame vervoerssystemen. Dus dat zijn onderwerpen die we ook actualiseren in het plan. Nou, de ontsluiting van het gebied is een belangrijk onderwerp, omdat als je gaat schuiven met functies in het gebied, dan moeten die natuurlijk goed bereikbaar zijn en we moeten zorgen dat dat niet tot veel overlast leidt. En sport en recreatie is een onderwerp wat sowieso aandacht verdient in het masterplan. Vanavond willen we het vooral hebben over de noordkant van Harkstede en het lage land. We hebben Harkstede leren kennen door er rond te fietsen, door met mensen te praten, door foto's te maken. En wij vinden het een heel mooi dorp, wat eigenlijk een soort verdikking is van een heel mooi historisch lint. Met woningen daaraan, met ondernemers die daar een plek hebben, met een centrum, met een supermarkt. Een mooie kerk en een begraafplaats aan de noordkant van de hoofdweg. En wij hebben natuurlijk ook gekeken wat zijn eigenlijk de plannen van Harkstede. En er is in 2001, dus dat was ongeveer in de tijd dat ook het masterplan van voor Meerstad werd gemaakt, is er in Harkstede, dat was toen nog een andere gemeente, nagedacht over een soort structuurschets voor het dorp. Dit zijn een aantal tekeningen uit die schetsen uit 2002. En hier zie je bijvoorbeeld aan de noordkant het meer liggen en waren er ideeën om Harkstede eigenlijk aan de noordkant uit te breiden aan dat meer. Dit is ook een schets uit datzelfde uit diezelfde structuurvisie, een soort wensbeeld, waarin je hier in rood potlood Harkstede ziet en waarin het nieuwe Woldmeer aan de noordzijde ligt. Misschien zelfs nog een haventje wordt gemaakt en het hart dat bijna raakt aan het centrum van Harkstede. Nu zijn deze tekeningen heel interessant, denk ik, maar ook al heel erg oud. Ze zijn al 15, 16 jaar oud. En u hebt hier misschien aan over meegedacht, maar waarschijnlijk niet. Maar goed, er zitten toch een paar interessante elementen in die we vanavond ook met jullie willen bespreken. Wat wij hebben voorbereid voor vanavond zijn eigenlijk drie invalshoeken voor die opgave van Meerstad aan de noordzijde van Harkstede. En drie invalshoeken voor met name de zone langs het Slochterdiep.
Dus aan de zuidzijde van de polder, het lage land. Voor dat gebied, ik zal even een klein beetje aanwijzen waar we zijn. Dus hier is het Woldmeer, Harkstede. Dit is het Eemskanaal hier, die donkerblauwe lijn. En hier het Slochterdiep. De ecologen van de gemeente en de provincie die hebben ons gezegd dat zij bezig zijn met het maken van een ecologische verbinding tussen het Kardinx van Zet, wat wordt ontwikkeld tot een natuurgebied, over de provinciale weg en door het kanaal langs het Slochterdiep richting het Roergewold. Die verbinding is belangrijk voor dieren. En daar zijn al een aantal elementen van uitgevoerd. Maar met name de zone langs het Slochterdiep, die eigenlijk midden door het plangebied van Bureau Meerstad loopt. Daar moet eigenlijk nog veel over nagedacht worden. Er moet nog ingericht worden. En dat grenst eigenlijk aan het zonnepark wat hier bedacht is. Dat staat niet op deze tekening. Maar het biedt wel een kans, laten we zeggen, die ecologische verbinding biedt eigenlijk een kans om dat zonnepark op een mooie manier landschappelijk in te passen. Vanuit het zuiden gezien. Nou, er zijn nog een aantal andere ecologische verbindingen. Eén aan de zuidkant van Harkstede. Die stond al in het masterplan uit 2005. En een verbinding vanuit Westerbroek naar het noorden. Dus voor het lage land willen we eigenlijk de mensen die in het lage land wonen hebben natuurlijk al lang met de gemeente gesproken over dat zonnepark. Er zijn allerlei afspraken over gemaakt. Dat willen we niet overnieuw doen. We willen vooral met de mensen in het lage land praten over die zuidelijke kant van eigenlijk de noordoever en de zuidoever van het Slochterdiep. Hoe we dat op een goede manier kunnen inpassen. Aan de zuidkant van het Slochterdiep is natuurlijk een deel van Meerstad al verrezen. En daar willen we het gesprek vooral op concentreren. De ecologen hebben ons aangegeven dat de manier waarop zij naar die ecologische verbinding kijken is een landschap wat een beetje drassig is en een beetje nat is. En dus waar dieren zich in kunnen verplaatsen, maar waar vooral ook mensen van kunnen genieten als een prettige omgeving om een ommetje te maken of in te wandelen. En waar je op een hele beperkte manier ook in zou kunnen wonen. Ik wil even kort met jullie door die drie invalshoeken lopen. Ten eerste, een eerste variant waarin we met name aan de noordzijde van Harkstede ervan uitgaan dat we hier een groene buffer zouden kunnen maken tussen de bebouwing aan de hoofdweg en de nieuwbouw van Meerstad. Dus deze woningen, die stippeltjes, die oranje stippels, dat zijn eigenlijk steeds woongebieden. Met hier het woongebied van Guno de Wierde en hier aan de noordzijde van Harkstede een gebied op afstand. En we hebben daar die middelste foto aan de linkerzijde laat eigenlijk zien wat daar de intentie is. Dat je eigenlijk vanuit de hoofdweg op een afstandje de nieuwbouw van Meerstad ziet. En dan kan je natuurlijk vanuit de hoofdweg kan je een aantal doorzichten maken. Zodat je zelfs naar het meer kunt kijken. Martin, is er even kort ruimte voor een korte vraag van Monique die net binnenkomt? Ja. Monique? Ja, dankjewel. Fijn dat ik even wat mag vragen. Aan de zuidkant van het Slochterdiep zijn ook woningen gevestigd. Dat grond is van de mensen die daar wonen. Ik neem aan dat jullie daar ook rekening mee houden dat daar zomaar niet overheen gegaan wordt, zeg maar. Dus, ja, zeker. Aan de noordkant van het Slochterdiep wonen ook mensen. Dus daar, ja, dat daar begrijp ik. Maar in dit geval gaat het toch om de zuidkant? Wat jullie willen verder ontwikkelen. Dus daar... Dat wou ik even aangeven. Nou, vanuit de ecologische opgave is om zowel aan de zuidkant als aan de noordkant van het Slochterdiep het landschap, wat natuurlijk nu gewoon een dijk is met een kwelsloot en weilanden,
om dat ecologisch wat gevarieerder te maken en aantrekkelijker te maken als verbinding voor dieren. En natuurlijk wordt er rekening gehouden met de bestaande woningen, die kan je niet negeren. En ja, de ecologen zeggen ook, je kunt prima in zo'n zone wonen, daar jaag je die dieren niet mee weg. En dat is ook helemaal niet de intentie van de ecologen om ecologische verbinding te maken waar geen mensen mogen komen. Ja. Zij zeggen van, ja, dit is in een stedelijk gebied, alleen we moeten proberen om het de dieren iets makkelijker te maken om van het ene gebied naar het andere gebied te gaan. Ja, dat begrijp ik. Dat is ook geen probleem. Maar het gaat dan meer om bijvoorbeeld een fietspad of wat dan ook. Maar goed. Ja, dank je, Monique. Zou misschien je komt dat later. Even, even terug willen halen, dat die even uitstaat. Jouw handje, Monique. Sorry, ja. Dankjewel. Martin. Hier zie je ook aan de noordzijde van het Slochterdiep hebben we ook een aantal van die stippen gemaakt. Met name met dat laatste idee wat ik net schetste, dat het ook mogelijk is om in die ecologische verbinding, om daar nog een aantal woningen te maken. Daarnaast heeft Meerstad is vanuit Meerstad ook de vraag gesteld om in het gebied nog een aantal woningen toe te voegen. En dat zijn niet hele grote getallen, maar dat zijn misschien 100 of tot 300 woningen. Die we in het masterplan moeten onderzoeken om te kijken of daar een plek voor is. Hier ziet u dit lijntje, dat is ongeveer heel grof getekend, de contour van het zonnepark zoals dat met de bewoners is besproken. En met name in de punt van het polder, het Lage Land, is nog wel ruimte om daar na te denken over nieuwe woningen. Voor Harkstede is dit eigenlijk het model waarin, dat is een beetje een verdedigend model, zeg maar. Dus je houdt eigenlijk de nieuwbouw op een afstandje met het idee dat je het karakter van Harkstede als dorp zoveel mogelijk probeert te handhaven. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de mensen die in de nieuwbouw van Meerstad wonen vrij zijn om ook de functies in die in Harkstede aanwezig zijn, om die te gebruiken. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. En dat biedt ook kansen voor lokale ondernemers of voor een sportvereniging of voor een school om zich daardoor te ontwikkelen. Een tweede model is eigenlijk een andere invalshoek. Daarin onderzoeken we eigenlijk, en dat past een beetje bij die schetsen die ik net liet zien uit die structuurvisie uit 2002. Waarin je eigenlijk Harkstede aan het meer legt met een nieuwe uitbreiding aan de noordkant. Dat kan je nieuw Harkstede noemen. Dus je hebt de bestaande Harkstede, klein Harkstede en nieuw Harkstede. Dat biedt wel interessante kansen. Nog even los van hoe je precies met de kavels die aan de hoofdweg liggen omgaat. En hoe je daar woningen aanlegt. Is het interessant om een gebied te maken dat verbonden is met het dorp. En dat het dorp ook kan versterken. Dus eigenlijk krijg je een groter dorp. En dat biedt ook kansen bijvoorbeeld voor het centrum van het dorp om dat te verstevigen, om dat te vernieuwen, om dat interessanter te maken, om daar ook misschien woningen aan toe te voegen. En het biedt voor ondernemers in het dorp kansen. Wij denken dat dit interessant is wanneer je er een woonmilieu van maakt dat ook toegang heeft tot het meer. Dus dat zijn die plaatjes hier links op de pagina, waarin je met sloten en vaarten dat gebied zou kunnen ontsluiten voor bootjes, dat mensen aan hun huis een boot hebben liggen en het Woldmeer op kunnen varen op een mooie zomeravond. En misschien zelfs een haventje die bijna raakt aan het centrum van Harkstede, zodat ook de mensen in Harkstede daar hun boot kunnen leggen en het Woldmeer op kunnen varen. Het Woldmeer wordt in dit geval echt een serieus meer. Dat heeft de oppervlakte die vergelijkbaar is met het Zuidlaardermeer. Dus dat is echt een interessant meer om te zeilen, maar ook om gewoon te spelen varen.
Hier aan de noordkant langs het Slochterdiep hebben we een variant getekend waarin we hier wat meer in die oksel van die waterwegen gaan kijken of we daar woningen kunnen realiseren. Dit is een hele mooie plek op de splitsing van de waterwegen. En kunnen we overwegen om langs het Slochterdiep aan de noordkant nog een incidenteel een aantal woningen te maken. En dit moet natuurlijk altijd in afstemming zijn met die ecologische verbinding die daar gemaakt moet worden. Een belangrijk onderwerp wat eigenlijk in al deze invalshoeken aan de orde komt, is de manier waarop dit gebied ontsloten wordt voor met name voor de auto, maar ook voor het openbaar vervoer en voor de fietsers. Maar met name voor de auto. En een van de dingen die al in het masterplan in 2005 zitten, is dat hier bij de afslag van de snelweg een zuidelijke afsluitingsweg wordt gemaakt, eigenlijk een zuidelijke invalsweg, die hier de hoofdweg kruist. En eigenlijk dit gebied kan ontsluiten voor autoverkeer. Dat betekent dat de nieuwe woningen die hier gebouwd worden niet per se op de hoofdweg ontsloten hoeven worden. Wat natuurlijk ervoor zal zorgen dat daar veel meer verkeer komt. Dus dat idee dat zit al in dat masterplan uit 2005 en is eigenlijk een goed idee om ook het verkeer op de hoofdweg binnen de perken te houden. Een derde invalshoek die we hebben geschetst, is een invalshoek waarin we onderzoeken, en dat heeft ook te maken met waar we het meer willen maken en kunnen maken. De vraag van, is het ook mogelijk om het meer wat dichter bij het bestaande dorp te brengen, zodat het bestaande dorp daar ook plezier en profijt van kan hebben. Die twee plaatjes laten een beetje zien wat voor wereld je daar aan het meer zou kunnen maken, op een kleine afstand van het dorp. Wat wel gezegd moet worden is dat bij zo'n variant van de contour van het meer, er komt het water van het meer natuurlijk heel dicht bij de bestaande woningen. En daar zit wel echt een technische uitdaging en ook een uitdaging in de kosten. En dat heeft ermee te maken dat het Woldmeer, en misschien weten jullie dat, maar het Woldmeer ligt iets hoger dan het water in de omgeving. Dus in de vaarten en de sloten in de omgeving. En dat heeft te maken met de waterkwaliteit die daar heel hoog gehouden worden. Dus het water kan eigenlijk alleen uit het meer stromen, niet van de omgeving naar het meer toe. En dus moeten we altijd zorgen dat er in de omgeving geen waterlast ontstaat. Tot nu toe is er door Meerstad altijd een afstand gehouden van 200 meter met een kwelsloot daartussen. Zodat de bestaande woningen nooit last hebben van de hoge waterstand in het Woldmeer. Dus dat even als opmerking bij deze invalshoek. Wat wij, tot slot, wat wij wel echt als een kans zien in het gebied, ook met de gedachte, en dit zijn wat abstracte kaartjes, maar met de gedachte dat er in de toekomst wellicht een vaarverbinding gemaakt zal worden tussen het Woldmeer en het Zuidlaardermeer, onder de A7 door, is dat je hier straks wel je hebt de kans om een hele mooie waterwereld te maken. Niet alleen om aan te wonen, maar ook om langs te wandelen of om langs te fietsen. En dat lijkt ons eigenlijk een heel interessant thema om mee te werken. En dat water, die waterwereld zit natuurlijk heel erg aan dat Woldmeer vast, maar ja, is eigenlijk ook in de omgeving al heel erg aanwezig. En vanuit verschillende hoeken is er een enorme behoefte om te varen en om te zorgen dat vaarverbindingen aantrekkelijker worden en open worden. Want het is niet altijd makkelijk in Groningen om
van de ene plek naar de andere plek te varen. Dus dit is een van de dingen die we onderzoeken. Bijvoorbeeld aan de noordzijde van Arkstede kan je ook een woonmilieu maken. Dat zie je hier beneden wat plaatjes van. Waar mensen hun bootje hebben en eigenlijk vanuit hun tuin of vanuit de kade het meer op kunnen varen. En dat is natuurlijk voor heel veel mensen een enorm interessant en aantrekkelijk perspectief. In Friesland is het heel normaal, maar in Groningen is dat denk ik heel bijzonder. Wat wij van jullie vragen vanavond is om in gesprek te gaan over deze varianten. Om eigenlijk samen een soort afweging te maken van vinden jullie dit interessant? Zijn er voordelen, zijn er nadelen aan deze varianten? Is er misschien een voorkeur voor een bepaalde invalshoek? Hebben jullie opmerkingen, hebben jullie ideeën? Zijn er bepaalde dingen die wij vergeten of bepaalde ommetjes die belangrijk zijn of routes? Dat willen we heel graag met jullie bespreken. Daarvoor gaan we straks uit elkaar in kleinere groepen. We hebben die drie invalshoeken, de gespreksleiders hebben die drie invalshoeken kunnen ze op het scherm zetten. En met jullie in gesprek gaan. En daar zijn elke groep heeft een tekenaar en die zal het gesprek proberen vast te leggen op de kaart. Dus als jullie zeggen van nou, ik heb hier een opmerking over, dan kunnen we daar een opmerking bij plaatsen. En dan krijgen we uiteindelijk een kaart die eigenlijk het verslag is van het gesprek. Dat is een beetje het idee. Jullie kunnen daar ideeën aan toevoegen of kritische noten plaatsen of kritische opmerkingen plaatsen. Dat is allemaal zeer, zeer welkom. Dus dat hebben we. Van elke invalshoek hebben we zo'n kaart. En die kunnen we straks met jullie delen en bespreken. Dat doen we in kleinere groepen van ongeveer, ik denk een man of 10, Jornand. Klopt, ja. Zodat Mooi. We ook dat gesprek een beetje normaal kunnen voeren en iedereen aan het woord kan komen. Precies. Martin, dank je wel voor jouw toelichting. Nou, ik kan me voorstellen dat het voor mensen toch best wel duizelt, hè? Al die informatie die op ons afkomt. Goed dat je dat geïntroduceerd hebt. En nogmaals, ik hoop dat mensen ook jouw introductievideo gezien hebben. Er zijn nu in ieder geval, voordat we uiteengaan, nog wat vragen binnengekomen. En wat misschien wel even goed is om te zeggen, hè, de tekeningen die Martin liet zien, is natuurlijk ook een soort van wereld waar we naartoe zouden kunnen gaan. En dat is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Hè. Heel veel zaken wat jullie al zien, bijvoorbeeld als het gaat over ontsluitingen of wat gaat over het hele waterpartijen, dat komt eigenlijk al uit dat masterplan uit 2005. En wat we nu steeds doen, is eigenlijk die toets van, klopt dat eigenlijk nog wel? He, dus die invalshoeken, klopt dat met het masterplan? Dat is natuurlijk een toets die we heel makkelijk kunnen doen, want het staat wel op tekening of staat niet op tekening. En hoe zouden we dat graag in de toekomst willen zien? Dus dat is denk ik nog wel even als aanvulling op wat Martin zegt. Alles wat op die tekeningen staat, dat komt natuurlijk ergens vandaan. En met ons nou die opdracht om te kijken of dat goed gaat. Inmiddels zijn vijf handjes waar ik toch heel snel even de revue laten passeren en dan gaan we snel in de werkgroepen uiteen. En er was toch nog eentje stiekem via de chat binnengekomen, dus die willen we ook nog de ruimte geven straks. Dat was Wim. Ik wou graag beginnen bij Anouska Huisman, vervolgens naar Floor, Monika, Hilde en Arjen. Anouska, jouw vraag. Yes, dankjewel. Twee dingen eigenlijk. Wij wonen aan de noordkant van het Slochterdiep in Lage Land. Enerzijds voelt het gek dat mensen ineens praten over het Lage Land. Of over, Polder Lage Land is een beetje gegroeid in de loop van de tijd. Maar het Lage Land is niks. Volgens mij is het gewoon het dorp Lage Land. Dus het voelt heel gek als we het erover hebben en het wordt gesproken over het Lage Land. In het verlengde daarvan zitten wij natuurlijk rond het zonnepark. Zitten we met de participatiegroep en hebben wij een aantal werksessies. Wij zitten in de werksessie die gaat over de inrichting van de groenzone langs het Slochterdiep. Wij weten niet beter dan dat wij daarover gaan beslissen. En is het heel raar om nu ineens via dit kanaal te merken dat ineens Meerstad, het masterplan Meerstad, daar ook over, iets over moet gaan zeggen. Dus ik heb dat ook
via de andere kanaal aangegeven van dat loopt langs elkaar heen. En het is handig om daar duidelijkheid over te scheppen. Wie gaat waarover bepalen en wie bepaalt hoe deze groenzone eruit komt te zien. Want in onze beleving wordt dat aan deze kant van het Slochterdiep bepaald. Dankjewel Anouska. Een goede opmerking, hè, is ook aangegeven. Laten we daar straks ook in de werkgroep, hè, voor Lage Land. Hè, dat is een van de tafels vanavond even op terugkomen. Floor, de bond. Ja, ik zit op het account van mijn dochter. Ik ben Frank overigens. Ik wist niet hoe ik dat moest veranderen. Ik heb eigenlijk even twee dingetjes. De drie modellen, even voor mijn beeldvorming. Er staat op een gegeven moment staat er een zwarte stippenlijn die de hoofdweg haaks kruist. Is dat de huidige Kooilaan? Even voor de beeldvorming. Martin, zou je anders nog even dat plaatje tevoorschijn kunnen toveren, dat we allemaal even weten over welke stippellijn het gaat? Ja. Even kijken, zien jullie het beeld? Ja. Nee. Het gaat om deze stippellijn, hè? Die bedoel je? Nee, ik zie hem niet. Dus... Even je scherm delen, Martin, als je wil. En Floor, wat is jouw naam? Frank. Frank, dankjewel. Ja, het gaat zeg maar om die zwarte stippenlijn die zeg maar door de pijl, die. Ja, die. Deze, ja. Is dat de Kooilaan die daar de hoofdweg kruist? Nee, dit is een nieuwe ontsluitingsroute voor de nieuwbouw. Oké, want waar moet ik dan, want wij refereren alles aan de roeibaan, maar die, ja, ik weet niet zo goed waar wij nou eigenlijk wonen op dit plaatje. Ja, die roeibaan die ligt ergens hier. Maar kijk, dat is ook niet helemaal. Kijk, wat wij graag met jullie willen doen, is dat wij. Want we hebben drie sessies met jullie gepland. En het idee is dat wij nu een soort introducerend gesprek met elkaar hebben over deze invalshoeken. En niet zozeer over de details van de invalshoeken. En dat we naarmate we verder met elkaar in gesprek gaan, daar ook wat meer detail in kunnen brengen en dat ook wat verder kunnen uitwerken. Wat wel belangrijk is om te zeggen is dat een masterplan is niet een gedetailleerd plan. Het is een plan op hoofdlijnen. Dus daar worden niet exacte dingen in vastgelegd. En eigenlijk is een masterplan een opdracht aan Bureau Meerstad waar ze aan moeten gaan werken de komende tijd. Mag ik nog wat zeggen? Zeker. Wat mij even zonder in details te treden erg opvalt aan de drie modellen, is dat als je hè, in het begin werd heel terecht gezegd dat de mensen waar wij wonen, die horen eigenlijk nergens bij, Harkstede Groningen, maar dat is toch wel een hele substantiële aantal huishoudens. In ja. Alle drie plannen valt mij op dat als je zoveel ruimte hebt om water te maken en bos te maken, waarom? Heb je in alle drie de plannen dan het in ieder geval voor elkaar gekregen dat de mensen waar wij wonen, dat die eigenlijk allemaal woningen in hun achtertuin krijgen. En waarom zeg je niet, we schuiven dat 100 meter op. Als je zoveel ruimte hebt, ik zie in welk plan ook, ik zie alleen maar woningen om mijn huis. Nou, daar wordt natuurlijk niemand die hier aanwezig is heel erg vrolijk van. Ik denk, heb je zoveel hectares te verdelen, zorg dan dat je in ieder geval deze groep mensen tevreden houdt. Want niemand gaat dit leuk vinden. Frank, ik denk een goed punt. Hè? Dat is nou juist ook de zoektocht die we met elkaar doen. En daarom ook die verdeling eigenlijk, hè, in die werkgroepen. Dus wat mij betreft is het een hele mooie vraag en een opmerking ook voor die, volgens mij heet dat dan breakout rooms, Hinken, waar we straks met elkaar naartoe gaan. Hilde, de Boer. Ik had nog een vraag over in alle drie de scenario's zie ik die twee vlekken zeg maar bij Harkstede. Die vlek bij Gruno en die vlek achter het dorp, de noorden. Dat zijn 3000 woningen in totaal in elk scenario? Ja. Oké, en dat is ongeveer halfom verdeeld? Want die vlekken zijn ongeveer even groot bij de scenario's. Dat is... Nee, niet per se. Dat moeten we echt nog uitzoeken. Oké. De eerste ideeën zijn dat we met name... op de Wierde, dat sluit eigenlijk aan op het bestaande bebouwing van Meerstad, dat we daar wat meer woningen realiseren. Okay. In een wat hogere dichtheid en dat ten noorden van Harkstede, dat wat losser en dorpser wordt. Okay, dat is, dat zal, dat, die verhouding die zal niet 50-50 zijn. Het zwaartepunt zal wat meer richting het bestaande Meerstad liggen.
Okay. Mooi, dankjewel Hilde. Arjen Akkerman, jij hebt ook nog een vraag. Ja, dankjewel. Ik had eigenlijk iets over de visie nog van Meerstad. Hè. Ik las altijd op de website dat het 1/3 woningen, 1/3 natuur en 1/3 waarde water zou zijn. Blijft dat gehandhaafd in deze plannen? Nee. Nee, daar verandert wel wat in. En dat is goed, denk ik, om even te weten wat dan de verhoudingen gaan worden. Ja, dat weten we nog niet helemaal precies. Wij zijn daar nu mee bezig om dat in kaart te brengen. Maar het principe blijft wel overeind. Namelijk dat Meerstad als gebiedsontwikkeling van de gemeente Groningen een gebied is met heel veel natuur, heel veel landschap en veel water en nieuwe woningen. En dat was ooit bedacht 1/3, 1/3, 1/3. Daar is nu eigenlijk een component aan toegevoegd en dat is de energietransitie. En dat neemt eigenlijk best wel een groot deel van die 2500 hectare die het plangebied groot is in beslag. Dus die component die komt er in ieder geval bij. Dus dat zal dan niet 1/4, 1/4, 1/4 worden. Want zo groot is het zonnepark nou ook weer niet. Het is een groot zonnepark. Maar dus die component komt er in ieder geval bij. Maar de ambitie is onveranderd dat daar veel open landschap blijft in welke vorm dan ook. Of dat landbouw is of natuurontwikkeling, dat er woningen gemaakt worden en dat daar een groot meer gemaakt wordt. Maar je hebt ook gezien in de inleiding die ik heb gegeven, dat meer was ooit 600 hectare en dat wordt nu minimaal 350 hectare. Dus die verhoudingen die verschuiven wel een beetje, maar de intentie is hetzelfde. Dat is bijna de helft, hè? Kleiner. Maar de woningen die gaan niet naar bijna de helft. Dus ik zie daar toch een soort van scheefgroei in verhouding. Ja, klopt dat of niet? Ik vind het een goed punt. En als wij iets verder zijn in de planontwikkeling, dan kunnen we jullie daar ook een antwoord op geven hoe die verhoudingen zijn. Ja, okay. Dat is juist een van de punten, Arjen, is terechte opmerking hoor. Dat we juist in beeld willen brengen, wat is nou eigenlijk het verschil van het oude masterplan, hè, of het huidige masterplan uit 2005. Wat kan er nog, wat kan er nog niet? En hoe, wat zijn die verhoudingen in de toekomst? Ik zie nog een vraag van Monika. Monika, jouw tweede vraag. Ja, ik ben Silla, hi, buurvrouw van Monika. In alle drie de scenario's die je net schetste, hè, Frank stipte het ook al even aan, zien we natuurlijk een ontsluitingsroute getekend die aantakt op de A7. En wat voor ons als hoofdwegbewoners dus interessant is die nou dat verticale gedeelte? En je had het net over die horizontale as die al dan niet tussen nieuwbouwwoningen doorloopt. Maar die verticale as, is die nou uitgelijnd met de kooilaan of niet? Nou, die is nog niet uitgelijnd. Met aansluitende vraag. Op alle drie de modellen zien we op dezelfde plek staan. Kunnen we daaruit concluderen dat dat deel al vaststaat? Dat die daar in die buurt, in die omgeving komt? Nee. Nee, die ligt nog niet vast. Dus dat is iets wat we moeten onderzoeken. Waarom kan het dan dat die op drie verschillende modellen op dezelfde plek ligt? En we hebben het over drie invalshoeken. Zo moeten we het ook benaderen. Maar als ik alle invalshoeken bekijk, dan zie ik toch dat lijntje op datzelfde plekje. Dus dan vraag ik me af van hoe kan het dat jij nu zegt, nee, dat ligt niet vast. Hoe moet ik het dan zien? Want het stuk waar jullie zeg maar de pijl hebben getekend, daar woon ik. Mm-hmm. Dus voor mij is het best wel een relevante invalshoek om te weten van hoe zit dit eigenlijk? Die verticale as. Ja. Nou, wat wij hebben daar met het bureau Meerstad over gesproken. En kijk, wat wij vandaag graag met jullie willen bespreken is dat gaat eigenlijk vooral over de verhouding tussen het dorp Harkstede en die nieuwbouw. Dat is eigenlijk het onderwerp wat we vandaag willen beetpakken. Is die nieuwbouw onderdeel van het dorp of is dat echt een aparte ontwikkeling aan het meer? En dan gaan we de volgende keer als we bij elkaar komen, kunnen we natuurlijk de plannen wat verder uitwerken en wat gedetailleerder kijken naar de vlekken voor de nieuwbouw, maar ook naar de ontsluiting van die vlekken. Ik heb eigenlijk nog een afsluitende of nog een vervolgvraag. Mm-hmm. Ik kan me zo herinneren dat een van de uitgangspunten van het originele masterplan was dat de historische lintbebouwing iets is wat waar niet aan getornd zou worden. Dat lijkt nu eigenlijk in alle scenario's te zijn veranderd.
in twee van de drie scenario's even uit mijn hoofd, maar ik zie vrij veel woningen aan of zeer nabij aan de Hoofdweg. Klopt dat? Is die visie veranderd en hoe zit dat dan precies? Ja, wat er in ieder geval veranderd is, is dat er wat geschoven moet worden met de plek waar de woningen landen. Dat heb ik geprobeerd uit te leggen in die eerste schetsjes. En dus dat is een van de dingen waar we mee bezig zijn om daar naar te zoeken. En ik vind het belangrijk om dat met jullie te delen, omdat jullie bestaande bewoners zijn en we ook jullie input daarvoor nodig hebben. Ik kijk even naar de tijd, hoor. Ik wil even ingrijpen als voorzitter. Hè. Dat is altijd heel naar als je deze plek hebt. Maar het is een hele terechte vraag en volgens mij is dat goed, hè, om in de groep waar Silla en de buren in zit, om daar ook even verdiepend naar te kijken wat mij betreft. En ik denk ook terecht de constatering, hoe kan dat nou dat hij op die drie verschillende plekken terugkomt. Ik zie ondertussen natuurlijk echt nog wel wat vragen binnenkomen, hè, met de handjes. Wat mij betreft, hou die even goed vast. En Hinke die gaat ons straks automatisch indelen in allemaal groepen. Dus stel vooral die vraag even in die groep, hè, en laat dat wat mij betreft.